Hier zijn we terug met een nieuwe 21 Essentials of a Hypno. Met vandaag niemand minder dan... Hallo, stel jezelf even voor. Hallo, mijn naam is Jana. Ik ben 32 jaar. Ik dans al 7 jaar bij hypnosis, dus vanaf het prille begin. En ik dans hier op dinsdag 2 uur heels, 1 uur popilates en 1 uur clipdance volwassenen. Wat heb je het meeste gemist tijdens de coronaperiode? Ten eerste de Ieperse Revue. Dat zijn 8 optredens op het einde van het jaar en dat is altijd superleuk. En ten tweede eigenlijk ook een goede dans samen met een goede vloer. Want dansen in mijn kamer was echt vreselijk. Wat is een slechte eigenschap van je? Te laat komen. Ja, inderdaad. Wat was je laatste reisbestemming en hoe beviel die je? Ik ben sedert vorige week terug uit Abu Dhabi en Dubai. En dat was echt fantastisch. Ik ga zeker terug. Wat staat er bovenaan op je bucketlist? Dat is een weekje naar Las Vegas en naar zwemmen, zonnen, feesten en hokken. Wie vind je de leukste zaakvoerder, Sally of Steve? Sally, duh. Ja, hier stoppen we het interview. Nee, grapje, we doen lekker door. Wat vind je het leukste aan dansen? Ik sta sowieso graag op een podium, maar het allerleukste vind ik eigenlijk de kostuums en dan vooral de weelderige pluimen. En hoe meer glitter, hoe liever. Succes zometeen in de dansen. Dank je. Wat is je fulltime job? Ik werk aan de balie van het stadhuis van Tielt. Wat staat er op de planning in 2022 waar je enorm naar uitkijkt? De dansvoorstellingen van Hypnosis in mei. Welke weekdag haat je het meest en waarom? Dat is de maandag, omdat ik dan altijd een beetje weemoedig terugdenk aan het weekend. Als we je nu zouden mogen trakteren, waar naartoe en wat op het menu? Doe dan maar de Jane in Antwerpen. Je favoriete artiest? Dat is 6ix9ine, voor de mensen die hem niet kennen. Dat is de meneer met de regenbooghaar. Ik hoor ook graag The Weeknd en als het Belgisch mag zijn, The Color Grey en Kenji Minogue. Af en toe doe je ook een freestyle-opdracht. Ja. Welke locatie vond je superleuk om te gaan dansen? Dat was de BMW mini-garage hier in Roeselare. Tussen alle auto's, dat was heel speciaal. Je favoriete kledingwinkel? Dat is Costes in Antwerpen en Just V in Roeselare. Succes! Dankjewel! Salut! Wat brengt volgende week? Een bezoekje aan de kapper om de grijze haren weg te werken. Een verjaardagsbrunch en veel dansen hopelijk. Wat was je meest gênante kerstcadeau? Ik kreeg ooit eens een washandje en een stuk zeep en daar was ik eigenlijk echt niet blij mee. Wat zijn je goede voornemens voor 2022? Meer fruit eten. Voor mij een portie gemengd en een rozeetje. Oké, komt eraan. Welke droomjob zou je voor 1 dag willen doen? Ik zou heel graag eens air hostess zijn. Waar ben je bang voor? Om mijn dierbaren te verliezen. Stel dat je een andere hobby had, wat zou dit dan zijn? Dat zou dan waarschijnlijk sub-yoga zijn. Ik heb dat deze zomer eens geprobeerd en dat was heel leuk, maar met Belgische weer is dat iets moeilijker. Een luxe villa in een buitenwijk of een penthouse in het centrum van een grootstad? Doe dat maar het centrum van een grootstad. Ik hou er wel van als er wat leven in de brouwerij is. Oké, veel succes Jana en alles wat je onderneemt. Dankjewel, salutie!